Breda Nu. Je weet het meteen. Steeds meer senioren blijven tot op hoge leeftijd in hun eigen huis wonen. Samen Sterker is een initiatief van 11 Bredase organisaties in samenwerking met gemeente Breda. Samen bieden zij hulp en informeren zij inwoners van de gemeente over de vele mogelijkheden die er zijn om u hierop voor te bereiden. Kunt u uitleggen wat Zorg voor Elkaar doet? Zorg voor Elkaar is eigenlijk de ambitie van de gemeente Breda en een heleboel maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat alle burgers in Breda die zorg en hulp nodig hebben, dat krijgen en niemand tussen wal en schip geraakt. En dat wij een goede voorlichting geven over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Jullie doen ook aan projecten. Wat voor projecten doen jullie? Onder andere de huisbezoeken aan senioren. Dat zijn huisbezoeken die ook door vrijwilligers worden uitgevoerd, ook weer door senioren vrijwilligers. En daaraan gekoppeld hebben we ook campagne als Wonen met Gemak. En zowel de huisbezoeken als de activiteiten vanuit de campagne Wonen met Gemak hebben te maken met zo zelfstandig mogelijk, zo lang mogelijk blijven wonen in je eigen huis van je keuze. De huisbezoeken Samen Sterker, die gaan echt, mensen komen bij je thuis en gaan dan samen met jou kijken van nou, hoe sta je ervoor, nu gaat het allemaal misschien nog heel goed, maar stel, het gaat wat minder goed, wat kun je dan zelf daaraan doen om je erop voor te bereiden of bij wie kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt. De campagne Wonen met Gemak, die daarop volgt, gaat veel meer in op hoe kun je je woning zo geschikt mogelijk maken. Dat wordt gedaan aan de hand van themabijeenkomsten, waarin mensen samen kijken van nou, hoe ziet mijn huis eruit, wat zou ik daarin kunnen doen, wat zijn de laatste snufjes op de markt om mijn huis comfortabel te maken. Dus zo komen er allerlei thema's aan de orde. Ons doelgroep zijn, als het gaat om de huisbezoeken, vooral 75-plus senioren. En voor de campagne Wonen met Gemak benaderen wij de 65-plussers. Omdat op die leeftijd mensen vaak al na gaan denken van, ga ik verhuizen? Ga ik mijn huis aanpassen? Wil ik hier blijven wonen? Of wil ik wat anders? Dus vandaar dat we in die campagne aanpak ook de jongere senioren benaderen. Hoe kunnen ze jullie vinden? Nou, dat is heel eenvoudig, want zowel de huisbezoeken als de campagne Wonen met Gemak voeren wij per wijk uit. En de mensen ontvangen een brief van de gemeente Breda met een uitnodiging om deel te nemen aan de campagneactiviteiten of aan het huisbezoek of aan allebei. Dus iedereen wordt persoonlijk benaderd met een brief. Breda Nu. Je weet het meteen.